Welkom allemaal bij deze reading voor de komende week, 13 tot en met 20 november. En terwijl ik het opneem vandaag is het 11-11-2023. 11-11, de poorten, de sluier is op dit moment heel dun tussen het spirituele, het hemelse en het aardse. Dus een hele sterke energie. De engelenpoorten staan wagenwijd open. En tijdens het voorschudden van de energie kwam er, van de kaarten bedoel ik, kwam er een hele karmische energie. De duivel, de zon en het rad van fortuin waren drie kaarten die tegelijkertijd eruit vlogen. Dus een hele sterke karmische energie. Ik heb ook het gevoel dat we allemaal in een periode zitten van het verwerken van karma's. Het werken aan karmische relaties die wellicht een rol spelen in je leven of andere karmische lessen die geleerd worden. Met het rad van fortuin, datgene wat voorbestemd is. Het lot. Dus we gaan meteen beginnen. Ik heb de tea leaves voorgeschud. Onder op het dek hebben we met het oor voor de komende week goed nieuws. Dus je kunt goed nieuws verwachten. Universum, wat mogen we meer ontvangen voor de komende week? 13 tot en met 20 november 2023. Wat mogen wij ontvangen voor de komende week? Oeh, we hebben een vos. Shrewdness and resourcefulness, especially in business. Dus vooral op zakelijk gebied. Ben slim. Als het gaat over hoe je je middelen inzet. En er kunnen de komende week wat zakelijke gesprekken ook plaatsvinden. Je kunt ook te maken hebben met iemand die heel sluw is. Als het gaat om financiën, zakelijke aangelegenheden. Dan kan die vos een soort van waarschuwing zijn. Maar dit is ook een boodschap om zelf sluw te zijn als het gaat om je bronnen die je hebt, je financiën, zakelijke aangelegenheden. Wat mogen we nog meer ontvangen? We mogen nog meer ontvangen voor de komende week 13 tot en met 20 november, universum. De week van 30, we hebben een huwelijk, een verbintenis, een partnerschap. Dus voor sommigen speelt een bepaald huwelijk een rol de komende week. Maar dit kan ook een huwelijk betekenen, dus een contract. Dit kan ook een huwelijk betekenen, een partnerschap op zakelijk gebied. Vooral met die vos die we er langs hebben liggen. We mogen nog meer ontvangen, universum. 13 tot en met 20. Oh, we hebben een kat. Een vriend of vriendin met twee gezichten. Een vriend of vriendin met twee gezichten. Weer een waarschuwing. En onder op het dek hebben we een arrogante of een koppige, agressieve persoonlijkheid en het sterrenbeeld ram. Het kan te maken hebben met het sterrenbeeld ram. Het kan je eigen energie zijn. Je kunt zelf iemand zijn die die vurige, temperamentvolle energie, koppigheid. Dus kijk hoe dit resoneert. Koppige, agressieve persoonlijkheid. Dit kan dus ook de vriend of vriendin zijn met twee gezichten. Of iemand waar je tegenover staat die heel sluw is als het gaat om zakelijke aangelegenheden. We hebben de kaart maart onder op het volgende dek. Dus de maand maart kan belangrijk zijn. En kijk hoe het resoneert. Neem alleen datgene mee wat resoneert. Laat de rest vooral los. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? En er is al een kaart uitgevlogen. De goudvis. Increase in material wealth or spiritual growth. Dus een financiën die goed gaan. Een increase, dus een verhoging, een vermeerdering. En spiritueel, een spirituele groei of spirituele groei. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor 13, dat zijn er 3. We hebben een pauw. Ben je bewust van een grote trots? Kan je eigen trots zijn met die koppige, agressieve persoonlijkheid wat we hier hebben liggen? Maar ook weer iemand waar je mee te maken krijgt de komende week. Dan hebben we een kroon, heel mooi. Eer en respect zal naar je toe komen. En we hebben een exciting event. Dus een opwindende gebeurtenis die er plaats zal vinden. Onder op het dek hebben we een inktpot. Er zijn problemen die opgelost moeten worden. Kijk, en de rat ligt eronder. Iemand werkt je tegen. Two-faced friend. Een vos. Iemand die sluw is. We hebben een rat. We hebben een
Koppige, agressieve persoonlijkheid, iemand met twee gezichten. Iemand werkt je tegen achter je rug om. En er zal een probleem, heb ik het gevoel, met deze persoon of in een situatie waar je te maken hebt met een bepaalde persoon opgelost moeten worden. Ik draai ze even om. De inkpot lag onderop. Problems to be resolved. Problemen die opgelost moeten worden. En ik heb voor jullie weer het andere engelen orakelkaartendek voorgeschud. En ja, tijdens het voorschudden van de tarot kwam al die energie, echt een karmische energie, naar voren. En ja, ik verzin het niet. 888 is weer een kaart die eruit komt. En de vorige keren, twee keer terwijl ik dit deck gebruikt heb, kwam ook de kaart 888 naar voren. Karma, balans, financiën, succes, rijkdom, cyclussen. What goes around, comes around. Ja, je zult oogsten wat je gezaaid hebt. Er komt een hoop geld op je pad. En dat hadden we hier ook liggen met die goudvis. Dus de komende week kunnen jullie geld verwachten. En ik hoop dat dit natuurlijk voor iedereen resoneert. Fortune refers to more than just monetary and material success. En geluk, rijkdom heeft een grotere betekenis dan alleen het monetariële, alleen het materiële succes. En als jij niet, als je de mensen die je op dit moment in je leven hebt niet waardeert, dan zul je ze morgen niet meer hebben. Dus zorg dat je dankbaar bent voor de mensen die je om je heen hebt, de mensen die je helpen, je geliefden, maar ook alles in materiële zin wat je hebt. Ben dankbaar voor hetgeen wat je hebt, zodat er meer naar je toe kan komen van dit positieve. This message encourages you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potential. Dus deze boodschap moedigt jou aan om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en het te gebruiken om je grootste potentieel, je grootste doelen te realiseren. Hele mooie boodschap met die 888. En de tweede kaart die eruit kwam voor jullie was 444, bescherming. Verandering, rebellie, bescherming, gerechtigheid, waarheid, karakter en liefde. Zorg dat je jezelf klaarmaakt voor de goede dingen waar je op gehoopt hebt. Je bent geboren voor een hogere roeping. Stop je energie in het vooruitgaan en het volgen van je ambities. En het universum zal zichzelf uitlijnen als het ware om de juiste personen, de juiste omstandigheden en de juiste resources, de juiste middelen, de juiste bronnen naar jou toe te brengen om de dingen te laten gebeuren. Om de dingen werkelijkheid te laten worden. Ja, en we hebben hier die vos. Wat staat voor bronnen en je middelen op een wijze manier gebruiken? Onder op het dek hebben we het nummer 0440. Dus deze cijfers kun je in de komende week herhaaldelijk zien. 0440, 444 en 888. 0440, the gut feeling. Ja, dus je voelt het. Dat buikgevoel. Je intuïtie. We hebben intuïtie, betrayal, pessimism. Betrayal is bedrog, pessimisme, waarden, inzichten, verhoging, liefde en monogamie. Volg dat onderbuikgevoel. Volg je intuïtie, volg je gevoel. Want het is meer dan alleen een gevoel. Ben echt, ben eerlijk met mensen en focus je op betekenisvolle relaties. Herinner jezelf eraan dat je ook altijd iets van waarde op de tafel moet kunnen brengen. En behandel anderen met respect of karma zal je in je kont bijten. 3 is a crowd. Ja, 3 is er 1 te veel. Dus het kan ook te maken hebben met oneerlijkheid, derde partijen, karma. Echt het gevoel, weer een kaart van karma. En de 888, de eerste kaart die eruit vloog, de titel is karma. We gaan de tarot schudden en kijken of die kaarten nog een keer naar voren komen. We hebben onder het dek de kluizenaar. Dit heeft ook met soul searching te maken. Iemand die heel wijs is. Iemand die heel veel mee heeft gemaakt. Maar iemand die zich afzondert om na te denken over dingen.
En dit is ook iemand die bij zijn gevoel durft te gaan. Bij zijn angsten onder ogen zien. We gaan het zien. Wat is de boodschap, universum? Wat is de boodschap? En onbewust had ik dit kaartendek genomen, bedenk ik me nu net. Deze heb ik al een tijdje niet gebruikt. En het zal een reden hebben, universum. Wat is de boodschap? Voor 13 tot en met 20 november 2023. Wat is de boodschap voor 13 tot en met 20 november 2023? Er kan dus goed nieuws binnenkomen over geld of andere zaken. We hebben weer een kaart die kan staan voor er komt iets positiefs naar je toe. Iets wat tastbaar is. Een advies. Geld wat naar je toe komt. Hulp die je aangeboden wordt. Pentakel 6. Hele positieve kaart. Iets wat balans gaat brengen. Universum. En dit is ook een kaart van karma. Pentakel 6. Iets waar je in het verleden aan gegeven hebt. Of tijd in geïnvesteerd hebt. Emoties in geïnvesteerd hebt. Aangegeven hebt. Datgene, daar zal het goede voor terugkomen. Pentakel 6. Universum. We mogen nog meer ontvangen. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen voor de aankomende week? 13 tot en met 20 november. Oeh, dat zijn er te veel. Ik ga wel even kijken. Deze kaart vloog eruit. Staven 4. En dit is de 11-11 kaart. En het is nu ook 11 minuten 46. Zie ik toevallig. De 11-11 kaart. Ja, 11-11 is het vandaag. Wensvervulling, stabiliteit, harmonie. Geluk, relaties, vreugde, iets wat je blij maakt, succes behalen, promotie. En dan hebben we drie kaarten die er samen uitvlogen. Ik ga ze gewoon samen neerleggen. De aas van pentakels, ook weer een kaart van ja, iets heel moois wat er binnenkomt. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een huis. Met de aas van pentakels, de staven 4. Dit heeft te maken met je basis, je roots, je gezin. En kan te maken hebben met het huis. Pentakels 6, er komt iets binnen. Het kan te maken hebben met een hypotheek die bijvoorbeeld toegewezen wordt. We hebben een koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen energie. En we hebben de kelken 3. Goed nieuws. Iets valt er te vieren. Goed nieuws over kinderen. Goed nieuws, het kan een zwangerschap, een verloving, een huwelijksfeest zijn. De staven 4 kan ook staan voor een verloving, een huwelijk, een relatie die naar een volgend level getild wordt. Dit kan je eigen relatie zijn met de koning van kelken. Of je bent zelf schorpioen, kreeft, vissen. Of je hebt een plaatsing in de waterenergie. Maar er komt goed nieuws binnen. En de aas van pentakels is iets wat betrouwbaar is, iets wat stabiel is. Er kan je een baan aangeboden worden. Of je kunt degene zijn die de baan krijgt. Wauw, onder op het dek de aas van kelken. Dus ja, de azen staan voor een nieuwe start, een nieuw begin. Iets wat je heel gelukkig, heel blij maakt. Maar het kan ook zo zijn dat sommigen van jullie inderdaad samen gaan komen met familie of vrienden. Universum, kijk, en onder op het dek weer een kaart die, ja, dat kan ook weer een geldkaart zijn. Dit is iemand die gefocust is op zichzelf, heel ambitieus, hardwerkend. Iemand die gul is. Zijn succes deelt met zijn geliefde. Maar ook iemand die altijd zorgt, ja, toch voor zichzelf genoeg, voldoende achter de hand te houden. Iemand die succesvol is als het gaat om financiën. Iemand die rijkdom aantrekt op een bepaalde manier. Onafhankelijkheid. Single energie. Universum, waarom ligt hier de kelken aas? Hele mooie kaarten. Er ligt gewoon geen enkele kaart waarvan ik denk, behalve tijdens het voorschudden dan de duivelenergie die naar voren kwam, maar samen met de zon. En de zon verslaat de duivel. De zon is de mooiste kaart uit het dek. Dus karmische lessen, heb ik het gevoel. Oeh, kijk. We hebben een zwaarde 5. Verlies. Oneerlijkheid. Dit kan de persoon zijn waar we mee te maken hebben. De two-faced friend. Dingen die achter je rug om geroddeld worden. Iemand die je tegenwerkt.
Achter je rug om. Maar ja, ook een verlies en een energie van willen winnen, kosten wat het kost. En dan hebben we de kelken 8. En dit is wat je ja, achter gaat laten, die zwaarde 5 energie. Oneerlijke mensen. Waarom ligt hier die zwaarde 5? Ja, ik zie je dus je grenzen aangeven. Als je iets aangeboden wordt. Ja, we hebben die kaart hier, de gut feeling, je instinct. Dus ik heb ook het gevoel, met die kelken aas en de koning van kelken. De koning van kelken is iemand die heel begripvol, behulpzaam is. Iemand die wil geven in een situatie met de pentakel 6. Maar er is hier ook iets van oneerlijkheid met die zwaarde 5. Waarom ligt hier die zwaarde 5? Universum. Waarom ligt hier de zwaarde 5? En als er in het verleden iemand een connectie heeft verlaten vanwege een derde partij. Ja, dan heb ik het gevoel dat er karma gaat plaatsvinden in die situatie of voor die persoon. En dat kan jezelf ook zijn natuurlijk. Waar ligt hier de zware 5? Oh, nou vallen weer 2 kaarten. We hebben de staven 6, leeuwenergie. En we hebben de staven 4, boogschutterenergie. Beide ramleeuw boogschutterenergie. Staven 6, ja, er is jaloezie. En dit is een kaart ook van trots. Ben je bewust van een grote trots? Je kunt te maken hebben met iemand die een soort van zichzelf meet met je. En iemand die ziet dat het goed met je gaat. Want dit is iemand die echt ja, succesvol is. In de spotlight staat, het goed doet. En je ziet dat er mensen op de achtergrond zijn die niet zo heel blij kijken. Jaloezie. Omdat je ja, voor jezelf een stabiele basis hebt weten op te bouwen. Of een gelukkige relatie hebt. Je leven is in balans, in harmonie. Waarom ligt hier de kelken 8? De kelken 8. Ja, en die kaarten wilden toch omdraaien. Dus, oh, de staven 9. En de staven 10. Heel veel vuurenergie. Staven 9. Dus we hebben de staven 6, staven 4, staven 9 en de staven 10. Ja, situaties, personen die je niet vertrouwt. Staven 9, muur omhoog. En ja, op een gegeven moment een situatie die heel vermoeiend is. Wat heel veel last met zich meebrengt met die staven 10. En de kelken 8. Dit is de situatie die je los gaat laten. Een situatie van stress. En dit is een lange weg, de gewonde strijder. Een lange weg die je gegaan bent. Maar uiteindelijk inderdaad ervoor kiezen om iets achter te laten. En de overwinning te behalen ook. Waarom ligt hier de pentakel 6? Oh, en ik ben andersom aan het schudden. Waarom ligt hier de pentakel 6, universum? Pentakels 6. Iemand is jaloers en wil ja, je succes ondermijnen als het ware. Je geluk in de weg staan. Waarom ligt hier de staven of de pentakel 6? En ja, bepaal voor jezelf aan welke kant van de lijn jouw energie is. Waarom ligt hier de pentakel 6? Pentakel 6, universum.
Staven 8. En dit is ja, opties, mogelijkheden, kansen, positief nieuws wat er binnenkomt. Oeps. Iets wat je heel blij maakt, waardoor je een situatie die heel veel energie heeft gekost, die je uitgeput heeft, kunt achterlaten. Waarom ligt hier de pentakel 6? Hulp, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, communicatie. Staven 8, positieve communicatie. Pentakel 6, universum. Pentakels 6. Die persoon met twee gezichten, dit kan dus iemand zijn binnen je vriendenkring, maar ook binnen de familie, heb ik het gevoel. We hebben een tweelingenergie met de magier. Wauw. En zoals ik zeg, er kan iemand binnenkomen met een boodschap. En het kan iemand zijn waar je moet vertrouwen op je intuïtie. Want dit is iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Iemand waar je niet direct doorheen kan kijken. Dus vertrouw op je intuïtie. Want het kan iemand zijn die ja, misbruik van je wil maken. En inderdaad, tree is a crowd. En we hebben hier ook de kelken 3. En die kaart van oneerlijkheid. Conflicten met de zwaarde 5. Waarom ligt hier de staven 4? Iemand kan ook je ego op de een of andere manier strelen. Om op die manier ja, in een goed licht te komen, wil ik zeggen. Of in ieder geval om je over te halen. Ja, het heeft te maken met de beweegredenen van iemand. Met de magier, dit is een hele positieve kaart hoor. Iemand die al zijn middelen gebruikt om datgene te bereiken wat hij wil. Zijn dromen, wensen en vervulling te laten gaan. Het hemelse verenigd met het aardse. Maar dit is ook iemand die van de andere kant spelletjes kan spelen. En er kan onverwachts communicatie komen. Het kan iemand zijn die je in het verleden heeft laten staan, heeft laten hangen. Je leven moeilijk heeft gemaakt op de een of andere manier. En deze persoon ziet dat je verder bent gegaan. En ik heb het gevoel dat er misschien al karma kan hebben plaatsgevonden. Dat dit een connectie is waarin jullie beiden iets hebben moeten leren. En voor jou kan de les zijn geweest als je aan de kant staat van degene die in het verleden ja, door die moeilijke periode is heen gegaan. Je grenzen aangeven. Maar ook het helemaal alleen doen. Niet afhankelijk zijn van anderen, maar je focussen op jezelf. En ik zie dat je daar een bepaalde mate van succes in hebt behaald. En het kan zijn dat de persoon waar je mee te maken heeft gehad met verlies. Iemand is in zijn ego gekrenkt en iemand heeft een bepaald motief. En het hoeft niet helemaal een zuiver motief te zijn om nu weer het contact op te zoeken. En het kan allemaal heel mooi lijken. Maar ik heb het gevoel dat er ook voor sommigen van jullie dus iemand kan komen die niet helemaal eerlijk is. Dus let daarop. Waarom ligt hier de staven 4? De staven 4. Voor het merendeel zal dit een hele positieve reading zijn. Positief karma. Staven 4. Geluk, succes. Schildknaap van pentakels, weer een positieve boodschap of informatie die er naar je toe komt, een aankondiging, we hebben dus een gong, een exciting event. Er komt communicatie over iets wat er plaats gaat vinden, dat kan een uitnodiging zijn voor een huwelijk, of iemand die een nieuw huis heeft gekregen. We hebben de krachtkaart, nog meer vuurenergie, leeuwenergie. Waarom ligt hier de krachtkaart? Een kaart van moedig zijn, durf hebben, in je kracht staan. Koningin van staven, ram, leeuw, boogschutter energie weer. Dat is iemand die controle wil houden, iemand die de leiding neemt, iemand die zich niets aantrekt van anderen. Dus je
kunt te maken hebben met een leeuw. Waarom ligt hier de krachtkaart? Iemand die heel zelfverzekerd is, weet wat ze wil. Waarom ligt hier de krachtkaart? Maar ook die magier is een kaart die met controle te maken kan hebben. Waarom ligt hier de krachtkaart? Universum. Schildknaap van Kelken. Ja, boodschappen vanuit het hart. Hele open energie. En de pentakels 4. Niet los willen laten. Maar ook iemand die niet geeft in een connectie. Waarom ligt hier die aas van pentakels, de koning van Kelken en de Kelken 3? Die aas van pentakels, de koning van Kelken en de Kelken 3. Voor sommigen van jullie kan het een reden zijn van iemand om contact op te nemen, omdat deze persoon in de geldproblemen zit. Een situatie achterlaten die te maken heeft met geldproblemen. En deze persoon ziet dat jij het goed doet. En het kan iemand zijn die daar op de een of andere manier misschien misbruik van wil maken. Het kan ook iemand zijn die je weer tegenkomt op het moment dat je met vrienden of familie bent. We hebben hier voor de drie kaarten, de aas van pentakels, koning van Kelken en Kelken 3, hebben we hier de Kelken 2 en de pentakels 8. En onder op het dek een kaart van opties, keuzemogelijkheden, de Kelken 7. En de gehangene. En de pentakels 5. Het heeft te maken met iemand zijn stabiliteit. Ik zie de koning van pentakels, een succes. Iemand die hardwerkend is. En ik heb het gevoel als je met een persoon te maken hebt, welke manier dan ook, dat het iemand is die financieel in de problemen is. Iemand die vasthangt. Iets opgeeft, ergens een situatie heeft verlaten om jouw richting uit te komen. En het kan iemand zijn geweest die jou heeft laten hangen. Iemand die je in de steek heeft gelaten, er niet was toen je hem nodig had. Iemand die op dat moment wellicht financieel stabiel was, een soort van aanzien. Iemand die gefocust is ook op het materiële. En er heeft karma plaatsgevonden, heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat jij nu degene bent die de les heeft geleerd, hard aan jezelf hebt gewerkt en ja, succesvol bent. En dat deze persoon misschien nu om hulp vraagt van jou. Iemand gaat door een hele moeilijke periode. Iemand kan zelfs met zijn excuses komen. En dat kan met financiën te maken hebben, dus kijk hoe het resoneert. En dat kan een reden zijn om die connectie weer op te pakken. Maar ja, we hebben hier heel veel kaarten van twee gezichten, koppige agressieve persoonlijkheid, problemen die opgelost moeten worden. En ik heb het gevoel, ja, het kan ook zo zijn dat jij zelf in een situatie zit waarin er karma plaatsvindt en waar je in het verleden iemand hebt achtergelaten en nu iets wil aanbieden, een nieuwe start. Maar we hebben hier ook die derde partij. Waarom ligt hier die Kelken 3? Volg je intuïtie, want dit is meer dan alleen een gevoel. Ben echt, ben eerlijk met mensen en focus je op betekenisvolle relaties. Herinner je, je moet altijd waarde op de tafel brengen. En behandel anderen met respect of karma zal je in je kont bijten. 3 is a crowd. Ja, we hebben hier de Kelken 3 en daaronder de Kelken 2.
Bezwaarde 4. Dit is je terugtrekken, mediteren. Iets wat je rusteloos maakt, dit is ook healing. Nadenken. Weinig tot geen communicatie. Waarom ligt hier de kelke 3? De kelken 3. De kelken 3. De kelken 3. De zwaarden 2. Iemand die geen keuze kan maken. Iemand die opties heeft. Iemand die misschien getrouwd is, in een huwelijk zit, in een partnerschap zit. En evengoed jou die kelken aas aanbiedt met de energie van de zwaarde 5. Iemand die geniet van aandacht met de staven 6. Een hele trotse persoonlijkheid. Iemand die je niet los wil laten. Ondanks dat deze persoon zelf in een partnerschap zit. Maar iemand die je ziet als heel onafhankelijk, aantrekkelijk ook met die koningin van staven. Ja, en echt iemand die een vuurenergie in zich draagt, heb ik het gevoel. Maar ook iemand die echt sterke emoties heeft. Oeh, ja. En met het Rad van Fortuin wat ik eerder zag, met de zonkaart, een ontwaking. Dit kan iemand zijn waar je al, ja, dat gevoel hebt, dat onderbuikgevoel. Van daar klopt iets niet. Marriage hebben we hier staan. Die vos, die sluwe vos. Iemand met 2 gezichten. De laatste keer dat je contact hebt gehad, kan in maart zijn geweest met deze persoon. Maar eer en respect zal naar je toe komen. En het kan ook iemand zijn die dat gebruikt om je ego te strelen. Iemand die daar die manipulatief is. Iemand die gebruik maakt. Op een sluwe manier. Om je om te praten of ja, iets je wil aanbieden. Maar er is een soort van oneerlijkheid. Stierenergie, vissenenergie, de dingen zijn niet wat ze lijken. En het is iemand die dominant is, heb ik het gevoel. Iemand die echt zoiets heeft van, dit is wat ik wil, dit is waar ik achteraan ga. Een karmische connectie. Kelke 3. 3 is a crowd en we hebben hier, ja, die oneerlijkheid, we hebben een huwelijk. Dus dit is de boodschap die ik voor jullie heb. En als deze situatie, wat ik op het laatst beschrijf, niet resoneert, dan heb ik het gevoel dat er echt heel mooi positief nieuws binnenkomt. Iets wat je zelf gemanifesteerd hebt, iets wat je zelf gaat creëren, iets wat succes brengt. Een kans die je geboden wordt wellicht, waarbij er heel veel moed nodig is. Of waarbij je eindelijk een situatie die je heel veel kracht heeft gekost, energie heeft gekost, moeite heeft gekost, kunt achterlaten. Meer balans en een reden om iets te vieren. Iets nieuws. En het kan voor sommigen een relatie zijn. Waar je in eerste instantie nog terughoudend bent. Waar je je nog terugtrekt om over na te denken. Want er zijn opties. En het kan ook met werksituaties te maken hebben. Het kan zijn dat er positief nieuws binnenkomt over een baan. Dat je de baan hebt gekregen, maar dat je zelf toch nog je twijfels hebt. Omdat er andere mogelijkheden zijn, andere opties.
Dus kijk hoe het resoneert. En laat het me weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. En ik wens jullie een hele mooie week toe. Tot de volgende keer. Dag!